Dit is Unmatrix en mijn naam is Arjan Bos. Vandaag heb ik je meegenomen naar mijn kantoor. Mijn kantoor is namelijk in het bos. Ik vind het heerlijk om als ik in mijn eigen energie ben opgestaan, als ik de deur uit ga, eerst een forse boswandeling te maken van een uur. Ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn. Als het even kan, loop ik ook op blote voeten. Lekker contact met de aarde en contact met mezelf en met de natuur. Ja, ik vind dat heerlijk. Ja, en over de aarde heb ik met Martijn ook gesproken. En hij zegt dat er twee soorten aarde zijn. Daar gaan we even naar luisteren. Dan zijn er twee richtingen uiteraard in hier om over te vertellen dat je een fysieke aarding kunt hebben. Mm-hmm. Stel je voor dat je helemaal niet bewust bent van je etherische veld. Maar dat je eigenlijk gewoon alleen maar bewust bent van je fysieke lichaam als je een beetje mazzel hebt. Want dat is vaak ook nog niet eens zo. Dan kan het zijn dat je een spanningsveld in je fysieke lichaam draagt. Verzuring of elektriciteit of wat dan ook. Ik ken iemand die sloeg een 4 meter grote dikke koperen buis de grond in. Helemaal de grond in. Met een grote koperen staal of koperen draad eraan. Helemaal naar boven, gat geboord in de kozijn. Naar binnen toe en een eigen ontwikkeling, iets eigen zelfs ontwikkelde. En daar gewoon heel lekker in ontspannen lag. Dat werkt dus voor je fysieke lichaam uitstekend. Mm-hmm. Want je lichaam ontlaat. Ja. Dat is gewoon letterlijk een aarde. Net als je cv-ketel ook aarde nodig heeft om spanningen af te laten vloeien. Dus dat is de eerste. En je hebt ook een energetische verbinding met de aarde. Als je vanuit je etherisch bewustzijn met je blote voeten op de aarde staat. En je maakt ook heel bewust contact naast het fysieke lichaam energetisch. Met je voorstelling en met vanuit je hartskracht verbinding met de aarde. Dan gaat de aarde echt interacteren met je. Want dan ga je dus met je eigen hart in conclaaf. Mm. En dan krijg je de force of life, die gaat daarin automatisch, gaat dat veld gewoon in beweging. Wat er dan nodig is of gereset mag worden, aangevuld of rechtgezet mag worden, vindt dus ook in dat moment plaats. Dus dat zijn verschillende vormen van aarding. Ja, bewust met de blote voetjes in het bos dus. Ik heb echt wat tijd met mezelf nodig om mijn programma's voor te bereiden. En om gewoon lekker in mijn eigen energie te blijven. En daarom vind ik het heerlijk om niet op kantoor te werken. Maar ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik de bus heb om kunnen bouwen tot een rijdend kantoor. Dus er zijn best wel een aantal plekken hier rond Groningen waar heerlijke bossen zijn of grote parken. Ik sta nu in een groot park waar ik heel lekker in de natuur kan zijn. En als ik dan uit ben gewandeld, dan afhankelijk van het weer, dan ga ik in de bus zitten of daarbuiten. En dan heb ik echt een tafel en een stoel en een laptopstander en ik heb een keyboard en een anti-RSI-muis. En ik heb internet op de dongel op 3G met een USB-kabel van 5 meter. Dus die gooi ik zo ver mogelijk weg, zo weinig mogelijk straling te hebben. Ik heb het ook niet altijd nodig en ik ga ook geen dikke films uploaden. Maar het is af en toe wel heel handig om te kunnen mailen of iets op te kunnen zoeken op internet. En dan kan dat hier in het bos ook. En terwijl ik de vogeltjes hoor fluiten en het lekker stil is om me heen. En ik lekker in mijn eigen energie blijf. Ik voel ook dat ik dan echt uit een collectief veld stap. En waar ik uit een collectief veld stap, daar stap ik eigenlijk in mezelf. En dat vind ik heel prettig. Dus dat, ik ben heel erg in mijn nopjes sinds ik die uitvinding heb gedaan om van het bos mijn kantoor te maken. En veel mensen, ik heb zelf ook jarenlang voor bazen gewerkt en allerlei baantjes gehad. Ik denk dat ik tot nu toe wel 50 baantjes heb gehad. Ook een aantal bedrijven. Dus ik ben altijd een druk baasje geweest. Maar een rode lijn is altijd wel dat ik heb gedaan wat ik echt leuk vond. En tenminste, daar ben ik steeds meer naartoe gaan bewegen. Ik herinner me nog een keer dat ik een tijd bij was ik manager van de stallingen en ik werkte daar een tijd. Ik vond het eigenlijk wel tijd voor wat anders en ik solliciteerde op een andere functie. En ik had die brief geschreven en was ook bij een ander bedrijf en ik moest die brief richten aan mevrouw Carrière. Dus ik deed die brief op de bus en ik zag ineens vanuit mijn ooghoek dat ik die brief aan mevrouw Carrière moest sturen. En daar stond ik even bij stil en toen dacht ik van, goh,
ja, dit is, wil ik, wat wil ik eigenlijk? Wil ik carrière maken? Ik zei, nou, dat is echt te belachelijk voor woorden. Dus ik heb ter plekke heb ik die brief verscheurd en dat heb ik lekker niet gedaan. En ik heb gewoon, ja, vanaf toen toch meer gevoeld van, nou, wat wil ik nou echt? En uiteindelijk een aantal keuzes gemaakt dat ik nu hier kan staan. En lekker met Earth Matters al een aantal jaren aan de slag ben. En nou, dan moet iedereen natuurlijk voor zichzelf uitvogelen hoe je doet wat je echt leuk vindt. Hè? Want ik denk dat als je uit de matrix wil stappen, dat een van de grootste dingen is dat je gewoon werkt om geld te verdienen, om je hypotheek te betalen. En waar je in kunt wonen om te slapen, zodat je weer op tijd op kunt staan om de volgende dag weer naar je werk te gaan, om je hypotheek te betalen. Ik kreeg nog een vraag binnen van Aline. En die zegt van, dat is allemaal leuk, dat een matrix en hoe je moet oil poelen en dat soort dingen. Maar ja, ik heb eigenlijk wel zin om uit het hele geldsysteem te stappen. En hoe doe je dat nou? En dat is voor mij echt een matrix. Nou, ik heb een hele uitzending gemaakt, een crowdpower uitzending over geld en geldbewustzijn. Dus dat is een 2 uur durende aflevering. Dus ik raad aan om die te kijken of nog eens te kijken. En daar passeert ongelooflijk veel de revue. En uiteindelijk ja, leven we hier gewoon. En ik denk niet dat je aan de matrix kunt ontsnappen met je fysieke lichaam. En dus op het moment dat ik moet tanken om met mijn kantoor naar het bos te rijden, moet ik toch echt mijn pinpas erin douwen om de diesel te kunnen tanken. En dus je moet wel iets organiseren, zodat dat ook in deze matrix allemaal door kan gaan. En dat kun je op heel veel manieren doen. Maar het gaat er echt om met welk bewustzijn je dat doet en waarom je dat doet. Dat is voor mij een matrix. En ik denk dat de basis, zeg maar, van het geldbewustzijn is dat we zonder geld niks kunnen. Nou, als we Ivo Valkenburg horen, die heeft heel veel start-ups begeleid, honderden start-ups begeleid van mensen die hun dromen willen verwezenlijken en eigenlijk vaak denken van nou, geld is het issue waarom ik dat niet kan uitvoeren. En hij is, zegt hij tegen me, nog nooit iets tegengekomen dat geld uiteindelijk het probleem is. Er zijn eigenlijk altijd andere problemen die ervoor zorgen dat je niet doet wat je wil of dat je niet uitvoert wat voor plannen je hebt. En dus geld is uiteindelijk niet de echte issue. En op het moment dat jij werkelijk wil doen wat je wil doen, ja, dan ga je dat gewoon doen, links of rechtsom. En dus ik denk dat dat de spirit is, dat dat de unmatrix is, dat je niet... dat je niet dat aan geld ophangt, dat je niet iets kan zonder geld. En dus dat is voor mij ook een matrix. Ik kreeg nog een andere vraag binnen van Sylvia over een heel ander onderwerp. Die wil ik toch ook even aanraken. Zij heeft van allerlei gezondheidsproblemen, waaronder darmklachten en een hersenbeschadiging. En ze doet al een tijdje bekrachtigingen, maar ze merkt geen veranderingen. En dus zegt van, hoe kan ik dat helen? Welke woorden kan ik gebruiken? Nou, laat mij vooropstellen dat ik geen medicus ben of expert op dit gebied. Ik deel echt gewoon mijn ervaring met je. En ik heb natuurlijk veel met Martijn opgetrokken en die zegt daar ook met regelmaat dingen over. En die dingen zijn ook niet altijd heel leuk. Ik herinner me een uitzending, een crowdpower, waarbij een vrouw, die was al jaren in pijn. En die vroeg Martijn ook van, goh, wat kan ik daar nou aan doen? En ik bekrachtig me suf en wat kan ik daarmee? En toen, Martijn die was even stil en die zei van, wat je daarmee... Waar het eigenlijk op neerkomt is een diep innerlijk besluit dat het af is gelopen. En op het moment dat je innerlijk besluit van en nu is het klaar, ja, dan en dus dat je eigenlijk opdracht geeft aan jouw creatieveld dat af is gelopen, dat dan gebeurt. Nou, ik heb dat zelf dus meegemaakt met een niersteenaanval en pijn. Maar goed, dat is mijn ervaring en ik weet natuurlijk helemaal niet hoe dat gaat met andere dingen. Ik kan er nog een paar dingen over zeggen wat ik dan van Martijn heb gehoord. Hij zegt dat in deze artificiële realiteit, in deze matrix, is eigenlijk alles code. En ziekte en informatie. En ziekte is eigenlijk een gebrek aan informatie. Ja, dus ik kan me voorstellen dat als je een bekrachtiging gaat doen in jezelf, dat je zegt van nou, als galactisch wezen en representant van al het leven in het gehele multiversum en als legitieme houder van dit cyberbiologische lichaam, geef ik opdracht de Galactic Command om de informatie die nodig is om mijn hersenen weer heel te maken, tot mij te laten komen. En om de informatie die nodig is om mijn darmen optimaal te laten functioneren, dat die aanwezig is in mijn lichaam.
En ik besluit heel krachtig in mezelf alle stoffen die nodig zijn om mijn lijf optimaal te laten functioneren, aanwezig zijn. En dan zou ik in allemaal dat soort dingen, zeg maar. En dat, nou, dat zou ik gewoon bij herhaling doen. En ook en voel dat ook. Wat ik toen had met, dat, met die niersteenaanval die toen wegging, toen voelde ik ook echt in mijn lijf, echt buiten mijn lijf, van achter, ja, de stoffen dat die aangemaakt werden. En dus ik voelde dat, ik kon het helemaal energetisch voelen. En Joe Dispenza, die is ook een heel groot voorbeeld daarin. Die had zijn rugwervel op meerdere plekken gebroken. En die zou geopereerd moeten worden. En er waren allemaal artsen. Ik geloof dat hij 4 opinies heeft gevraagd. En alle artsen zeiden van, ja, je moet gewoon onder het mes. En daar moet een ijzeren plaat in. En dat is de enige manier wat kan. En dan ben je de rest van je leven in pijn. Nou, hij weigerde dat te geloven. Hij zegt van, als al mijn cellen mijn lijf kunnen maken zoals het nu is, dan moeten ze dit ook kunnen helen. Dus hij heeft zichzelf, ondanks protest van de chirurgen en zijn familie, naar een of ander healingcentrum laten brengen, waarbij hij zelf in meditatie kon zijn. En hij heeft zich elke dag herinnerd. Hij heeft elke dag gemediteerd, waarbij hij zijn ruggengraat heel zag worden, dat er allemaal licht in kwam, dat alle informatie die nodig was om het te helen, dat hij aanwezig was, dat hij er naar hem toe kwam. En binnen 9 weken liep hij weer en binnen 12 weken had hij zijn eigen chiropractorpraktijk weer geopend. En dus ik kan je geen medisch advies geven, Sylvia, maar dit is, ja, wat ik denk ik zou proberen als ik in zo'n soort situatie zat. Ja, tot zover dit vlog uit het bos. Ik ga nu echt even aan het werk. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Doe dan even dat duimpje omhoog. Als je meer van deze video's wil zien, abonneer je even op het YouTube kanaal van Earth Matters of op de nieuwsbrief van Earth Matters. Ik zie je graag aan de andere kant.